In Oudorp hebben ongeveer 400 mensen meegedaan aan de traditionele nieuwjaarsduik. Het startschot klonk rond 2 uur vanmiddag. Wat minder koud dan vorige jaren. Het water is wel koud. Maar op de kont is het natuurlijk prima vandaag. En, ja, het blijft altijd leuk. Hè. Het is toch wel iets aparts. Ja. Op veel plekken in Nederland ging de duik niet door vanwege het winterweer. In onze regio waren er ook nieuwjaarsduiken in onder meer Hellevoetsluis, Rokanje en Geervliet. In Rotterdam hebben duizenden mensen het begin van het nieuwe jaar gevierd op de Erasmusbrug. Met een druk op de knop startte burgemeester Abu Taleb daar een groot vuurwerk. En de sfeer zat er goed in. Gelukkig nieuwjaar Nederland! Gelukkig nieuwjaar! Toch vond niet iedereen het even gezellig. Wij lopen ook een stukje verder weg, wij vinden het niet zo prettig. Je weet niet welke kant je op moet kijken om te zorgen dat er niet een of andere vuurpijl tegen je hoofd aanschiet. Naast het vuurwerk werd er anders dan voorgaande jaren geen feest georganiseerd bij de Erasmusbrug. Maar er werd natuurlijk wel op verschillende plekken in de stad flink gefeest. Zoals bij deze studentenflat. Iedereen heeft wat mensen uitgenodigd en vieren met elkaar het nieuwe jaar en dit, op deze dakterras, zeg maar, op dit dakterras. Gewoon gezellig, iedereen met elkaar, studenten, wat oudere mensen, gewoon iedereen door elkaar, hartstikke leuk. Ook werden in de regio tijdens de jaarwisseling weer de traditionele kerstboomverbrandingen gehouden. Onder meer in Schiedam en Vlaardingen. Voor zover bekend vonden hierbij geen ongeregeldheden plaats. Het afsteken van vuurwerk heeft volgens de Milieudienst Rijnmond niet tot ernstige luchtverontreiniging geleid in de regio. Aan de Rozenstraat op Feyenoord heeft een brand gewoed in een hoekwoning met een café. De woning stond leeg, er waren geen gewonden. Ook aan de Mathenesseweg in Rotterdam-West bluste de brandweer een woningbrand. Verder heeft de brandweer het de hele nacht druk gehad met kleine buitenbrandjes en vuur in vuilcontainers. Bij een steekpartij op de Hillelaan op Rotterdam-Zuid is een man ernstig gewond geraakt. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ook op de Vlaggenmanstraat in Rotterdam-Noord en op de Nachtegaallaan in Rozenburg waren er steekpartijen. Vanochtend vonden er nog 2 schietincidenten plaats. Bij 1 hiervan zijn 2 gewonden gevallen. De politie heeft een aantal verdachten aangehouden. In de regio Zuid-Holland-Zuid zijn de afgelopen nacht totaal 48 mensen aangehouden. De politie Rotterdam-Rijnmond hield in de nieuwjaarsnacht ruim 100 mensen aan. Volgens burgemeester Abu Taleb van Rotterdam was de situatie onder controle. Er was sprake van een drukke avond, maar niet onbeheersbaar. Er was op een aantal plekken sprake van aanwezigheid van de ME. Soms was het genoeg als de ME lelijk keek uit de busjes en dan herstelde de orde vanzelf. Op het Stadhuisplein heeft de ME 1 à 2 keer moeten ingrijpen om ietwat baldadige jeugd vroegtijdig naar bed te sturen. Voetballer Marcel van der Sloot keert per direct terug bij FC Dordrecht. De middenvelder heeft zijn amateurcontract bij RBC Roosendaal laten ontbinden en gaat tot het einde van dit seizoen weer aan de Krommedijk voetballen. FC Dordrecht heeft in het contract een optie voor nog een seizoen op laten nemen. Vorig seizoen kwam van der Sloot ook al uit voor de Dordtenaren op huurbasis.